Welkom allemaal bij deze reading. Fijn dat jullie weer kijken. Dankjewel allereerst voor de vele nieuwe abonnees, het doneren, maar ook natuurlijk het liken van de filmpjes, de liefdevolle berichten via mijn website en natuurlijk via de e-mail. Dankjewel daarvoor. Maar ook de mensen die interesse hadden in privé-readingen, in de verlengingen. Super bedankt daarvoor. Ook alle nieuwe mensen, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Vaak helpt het als je je abonneert, kost niks en jouw energie zit dan in het kanaal. Wij gaan vandaag een reading doen, wat voelt hij of zij voor mij? Voor alle sterrenbeelden. Ik gebruik vandaag de fluisteringen van de natuur. Ik kies iedere keer één kaart uit deze volgende drie stapels voor een bepaald sterrenbeeld. En dan leg ik daar ook nog eventjes wat tarotkaarten bij van de Gilded Tarot. Om te kijken wat de energie is. Ik ga vandaag beginnen met de luchttekens. En ik begin met de tweelingen. Wat zijn de berichten voor de tweelingen? Wat voelt hij of zij voor jou op dit moment? Ik mag hier een kaartje uittrekken. Voor de tweeling. En dan krijg ik toon je altijd op je best. En dat is kaart 24, dus dat maakt 6. 6 staat voor liefde en zelfliefde. Toon je altijd op je best, dus laat je altijd van je beste kant zien. Jouw verhaal zit in het middelste van het dek. Wat is de gezamenlijke energie tussen de tweeling en zijn of haar persoon? Dat is de schildknaap van munten. Kan zijn dat jullie voor het eerst contact met elkaar hebben gehad. Dat kan zijn dat je elkaar voor het eerst gezien hebt of gesproken hebt. Of je gaat binnenkort een berichtje van hem of haar ontvangen. Wat is de energie van de tweeling zelf? En wat is de energie van degene met wie ze verbonden zijn? De onderliggende kaart is de koning van bekers. Dus jullie houden van elkaar. En het kan zijn dat jullie elkaar pas gezien hebben, want ze kijken naar elkaar. Maar het kan ook zijn dat jullie binnenkort contact gaan hebben. Dat je een berichtje krijgt van iemand. Het kan zijn dat je te maken hebt met een steenbok, maar dat hoeft niet. Jullie connectie is toxic. Dus dat kan zijn dat je enorm naar elkaar verlangt, dat er enorme aantrekkingskracht is. Het kan ook zijn dat je heel veel aan elkaar denkt en de persoon maar niet uit je hoofd kan zetten. We gaan eens verder kijken. Voor de tweeling, maar als het andersom is, dan gewoon eventjes veranderen. Hebben de 3 van staven, de ridder van munten, de 10 van staven en de gehangende. Ja, het kan zijn, lieve tweeling, dat je van plan bent om naar deze persoon af te reizen. Het kan over water zijn, het kan ook gewoon met de auto zijn. Over zee hoor ik voor de meesten van jullie. Ja, ik krijg natuurlijk verschillende verhalen door. Er kijken honderden mensen. Komt iemand jou bezoeken? Er is lang geen actie ondernomen, dus het kan goed zijn dat je al heel lang geen contact meer met elkaar hebt. En dat is natuurlijk dat contact wat hier ligt. dat er geen contact is geweest tussen jullie, dat voelde als een zware last. En kan zijn dat deze connectie, dat die gewoon een beetje hangende is. Dus dat jullie beiden eigenlijk niet weten waar je aan toe bent. Daar komt dus nu een einde aan, omdat iemand contact met je gaat opnemen. Kan ook een excuus zijn, maar in ieder geval een berichtje gaat sturen over het feit dat ze gevoelens voor je hebben. De ander met wie je in contact staat, maar dat kan natuurlijk ook de tweeling zijn, dan moet je het even omdraaien. Die voelt echt wel een enorme zielsconnectie met deze twee van bekers. Het kan goed zijn dat jullie ook telepathisch met elkaar communiceren. Je voelt een enorme heilzame connectie. Dat is heel fijn. Ook is er toch wel wat verdriet. Verdriet van hoe deze persoon de zaken in het verleden heeft aangepakt. En omdat er nu geen contact meer is, kan het goed zijn dat deze persoon een beetje aan het wanhopen is. En dat deze persoon denkt van het komt nooit meer goed in dit contact. En die zal ook uiteindelijk dan een bericht gaan sturen van liefde, van ik mis je, of hoe gaat het met je, ik ben bezorgd om je. Dus er gaat binnenkort contact komen tussen de tweeling en zijn of haar persoon. Het kan goed zijn dat het iemand is die heel ver van je af woont. Het kan ook zijn iemand met wie je al heel lang geen contact meer hebt gehad. En het zal je enorm verrassen. Maar het is wel iemand met wie jij een speciale connectie hebt. Het kan goed zijn dat er in het verleden leugens waren of bedrog. Maar dat is achter de rug. Gaat nu, als je daarvoor open staat tenminste, een nieuwe cyclus beginnen. Nou, dat was voor de tweeling. Wat mogen wij weten voor de weegschaal? Deze even weg. Voor de weegschaal krijg ik sprong van vertrouwen. Dus je mag een sprong in het diepe zetten. Kaart 22, dat is een meestergetal, maar dat maakt ook 4. Dus ondanks dat jij een sprong van vertrouwen moet zetten, kijk, je wordt beschermd. Je hebt een safety net eronder. En vangnetje. En het geeft je uiteindelijk de balans, de kracht die je nodig hebt. We gaan eens kijken. Wat is de gezamenlijke energie tussen de weegschaal, zijn of haar persoon? Dat is de toren. Mag ik daar een verklarende kaart op? En de 4 van zwaarden. Dus er gaat iets gebeuren wat je niet ziet aankomen. En dat kan goed zijn op energetische basis. Maar het kan ook zijn binnen een relatie. Iets wat je niet ziet aankomen. Wat bepaalde inzichten geeft. Wat ook wat pijn doet. Maar uiteindelijk barst het wat open. Wat nog geheeld moet worden. Jij doorzag dit zelf niet. En daardoor moest Spirit eraan te pas komen om een iets ongemakkelijk, pijnlijk moment voor jou te creëren. Waardoor je dus nu die cyclus of die pijnpunt kan gaan helen. Wat is de energie van de weegschaal? En nog één kaart. Oké. En wat is de energie van de andere partij? Oké. Ja, je zat in een bepaalde connectie. En daar moest gewoon iets doorbroken worden. door dat torenmoment en dat je dan gaat helen, gaat het je ook heel veel inzichten brengen. En dat is juist nodig in deze connectie. Ik zie voor de weegschaal de ridder van bekers, de aas van munten, het wiel van fortuin en de ridder van zwaarden. Dus er komt een bericht. Iemand stuurt jou een bericht dat zij graag met jou een nieuwe start maken. Het kan ook zijn dat je, voor sommigen van jullie, dat het gaat om een heel nieuw persoon. Die stelt zich open en die vertelt dat er gevoelens zijn en dat ze graag daar wat mee willen met jou. Dus dat ze die, niet alleen die gevoelens uiten, maar dat ze daar ook... dat ze daar ook wat mee willen. Dus een relatie, of ze willen dat in ieder geval gaan exploreren. Dat brengt verandering in jullie connectie natuurlijk. Kan goed zijn dat het om een vriendschap ging. En door die openheid, door die, ja, als het ware, die liefdesverklaring, of ja... Voor sommigen is dat gewoon door toe te geven dat er een bepaalde klik gevoeld is. Of dat er toch iets speciaals energetisch voelde. Hè? Komt er heel veel communicatie. Maar uiteindelijk komt er naast die communicatie ook actie. De ander die is wat terughoudend. Die heeft misschien heel veel meegemaakt in zijn of haar leven. Heel veel op het hart getrapt. Die is daar nog volop aan het helen van. Maar toch beseft deze persoon ook dat dit een hele bijzondere connectie is. Die is ook door deze persoon ondanks de pijn gevoeld. En door veel te communiceren... kan dat uiteindelijk een hele heilzame werking geven. Heel veel healing. En misschien kan het uiteindelijk ook groeien naar een echte, ware liefde. Dus dat is heel erg mooi. Dan gaan wij kijken nu voor de waterman. Ik ga heel even shuffelen voor de waterman op dit moment. Wat voelt hij of zij voor jou? Het kan goed zijn dat er communicatie komt met die 8 van staven. Over een relatie of over een bepaald huwelijk. Kan een huwelijksaanzoek zijn. Kan ook zijn dat er gecommuniceerd wordt over een relatie wat ze graag met je aan willen gaan. Of communicatie over een relatie waar zij nog in zitten. Dat dat nu veranderd is. We zullen het zien. Wat is de kaart? De orakelkaart voor de waterman. Voor de waterman krijg ik verleg je energie. Een kaart 19. 9 plus 1 is 10. Dus een verandering, een transformatie in een bepaalde cyclus. En verleg daarbij je energie. Dus het kan zijn dat je misschien energie op een ander punt moet leggen. Een andere focus moet hebben en dat je dit achter je moet laten. Of dat je de energie wat je op dit moment ergens op focust, om die energie om te draaien. En dat je dat dus moet gaan focussen op deze connectie. We zullen het zien. Wat mogen we weten voor de waterman? Wat is de gezamenlijke energie tussen de waterman en zijn of haar persoon? Dat is de 5 van bekers. De waterman, het kan goed zijn dat je ergens spijt van hebt. Een manier van reageren of iets wat je gezegd hebt in een bepaalde connectie. Wat is de energie van de waterman? En je wil graag een nieuw begin, want er is heel veel potentie, heel veel aantrekkingskracht tussen jullie beiden. Wat is de energie van de waterman? En wat is de energie van zijn of haar persoon? Oké. Ja, er is dus iets voorgevallen waar je dus verdriet van hebt, waar je spijt van hebt, bepaalde communicatie, bepaalde beslissing die je toen op dat moment nam. En je wilt die connectie wil je gaan helen. Je wil weer terug het contact hebben en je wil dat dat contact ook geheeld wordt en verbeterd. Er gaat een berichtje komen van de waterman zelf of van die andere persoon. Als het vice versa is, moet je even omdraaien. Er komt contact. Die persoon wil graag een nieuw begin. En door dat eerste contact gaat er het een en ander veranderen in jullie connectie. Er is liefde bij de ander. Die is eigenlijk heel positief. Die denkt ook dat het goed gaat komen tussen jullie. En die zal uiteindelijk ook deze eerste liefdesbericht ook aanvaarden. En daar ook verder op ingaan met de schildknaap van bekers. Dus al met al komt er een verzoening bij een waterman met zijn of haar persoon. Iets wat in het verleden niet zo goed is gegaan, waar de waterman of zijn of haar persoon spijt van heeft. En dat komt weer goed. Als je nou zegt van het is hartstikke leuk dat die persoon mij een bericht stuurt van liefde, maar die zit nog in een andere connectie, want ook dat krijg ik door bij sommigen. Verleg dan je energie, zeg dan dat je geen interesse hebt, breek het af. Leg je focus dan op een ander, want iemand die bezet is, die is gewoon onbereikbaar, daar kan je gewoon niks mee. Nu ga ik naar de watertekens, ik begin met de schorpioen. Wat zijn de berichten voor de schorpioen? Deze kaart. Overdenking. Dus je denkt te veel na over deze situatie. Kaart 29, dus dat is 11. Wat mogen wij weten voor de schorpioen? Wat is de gezamenlijke energie? Iets niet willen zien of voelen. Dus ergens weerstand tegen hebben. Iets wat eigenlijk enorm goed is, wat je blij maakt. Het kan goed zijn dat het hier bijvoorbeeld gaat om een verboden liefde, dat je die niet graag toelaat. We zullen zien. Wat is de energie van de schorpioen? En wat is de energie van de tegenpartij? Of van de ander, moet ik zeggen. Oké. Veel weerstand over gevoelens. Niet de gevoelens durven of willen uiten. Omdat één of beide nog in een vaste connectie en of huwelijk zit. Dus die persoon is gewoon te bang om die gevoelens te uiten. En is ook te bang om weg te stappen uit zijn of haar relatie. Om uiteindelijk die stap in het diepe te zetten. Daarom worden die gevoelens niet geuit. Ja, de situatie is ontstaan van de 3 van bekers. Er was communicatie. Maar... Er was geen eerlijk geven en nemen. Normaal is dit de kaart van eerlijk geven en nemen, de 6 van munten. Maar je ziet dat deze schaal niet gelijk hangt. En we hebben hier ook die 3 van bekers. Dus er was 1 of meerdere personen waren er te veel. Vandaar dat ook de ware gevoelens van liefde, van warmte, dat die afgeblokt zijn, dat je die niet deelt. Het kan ook zijn dat je gevoelens had voor iemand die al bezet was. En dat je ze geuit hebt en daarna die persoon geblokkeerd hebt. Dat kan ook. De ander die voelt zich een beetje, hoe zeg je dat? ja, verraden is niet het goede woord, maar die voelt zich een beetje, zo van leuk dat je het, ik ben open geweest, ik ben eerlijk geweest over mijn gevoelens en vervolgens blokkeer je mij en laat je me niks meer weten. Dus die persoon die gaat opnieuw proberen om het contact te gaan herstellen. Maar die stuit op weerstand. Kan zijn dat je nog altijd geblokkeerd bent of dat de ander er niet voor open staat. Dus helaas maar waar. En dat komt waarschijnlijk door overdenking. Te veel in het hoofd zitten. De kreeft. Wat zijn de mooie berichten van de kreeft? De kreeft heb ik zekerheid. De kreeft die wil graag verandering. Zodat er uiteindelijk zekerheid kan gaan groeien. Je ziet hier ook een lichte kant en een donkere kant. Dat het yin en yang kan goed zijn dat je contact hebt gemaakt met iemand waarbij je je helemaal lekker bij voelt. Iemand die op jouw frequentie zit. Maar dat het wel betekent dat er verandering gaat komen in jouw zekerheid als jij voor deze persoon kiest. Wat mogen wij weten voor de kreeft? Voor de kreeft. Gezamenlijke energie is de 7 van munten. Ja, jullie beiden investeren in deze connectie, omdat die gewoon goed aanvoelt. En jullie kijken alle twee een beetje van hoe het natuurlijke verloop is. Of het de goede kant uit blijft gaan. Dus jullie zijn alle twee een beetje aan het aftasten, zeg maar. Wat is de energie van de kreeft? En wat is de energie van degene met wie de kreeft in contact staat? Oké. Ja, op dit moment zit er nog niet gek veel vooruitgang in, omdat jullie beiden het aan het aankijken zijn, beiden aan het aftasten zijn. Beiden houden jullie nog het achterste van de tong verborgen voor de ander. Er zijn wel gevoelens, maar die uiten jullie nog niet. Er moet eigenlijk communicatie komen. Er is absoluut wederzijdse aantrekkingskracht. Bij de kreeft krijg ik de 9 van bekers, de aas van staven en de, wat is dit? Dus 9, de 9 van staven. Ja, het liefst zou je deze persoon graag beter leren kennen, want je voelt de enorme passie, aantrekkingskracht tussen jullie. Maar je houdt nog aan een ander vast. Dus misschien dat de ander jou zekerheid geeft, maar dat is niet een ware liefde. Maar je vindt het moeilijk om die zekerheid op te geven met die 5. De ander die communiceert binnenkort met je. Die is wat daadkrachtiger. Die heeft jou herkend als zijnde een soulmate. Die persoon is zelf ook nog aan het helen. Maar toch. Zodra er verandering gaat komen en je niet meer voor de zekerheid gaat, maar dat je voor elkaar kiest, kan dit uit gaan groeien naar ware liefde. Blijf jij, lieve kreeft, voor je zekerheid kiezen, sta je niet open voor verandering, dan blijf jij hangen waar je zit. Dus het is de keuze aan jou wat je doet, lieve kreeft. Wat mogen wij weten voor onze vissen? Viel een kaartje om. Juist. Wat mogen wij weten voor onze lieve vissen? Lieve vissen willen graag balans en rust na leugens en bedrog. Voor de vissen heb ik hier een mooie kaart. Voor de vissen heb ik pauze. Je wil eventjes een time-out, zodat er terug balans kan komen in jullie connectie. Hey Milo, ben je lekker aan het klimmen? Hey lieverd. Wat is jullie gezamenlijke connectie? Dat is de 4 van staven. Het kan goed zijn dat je al in een huwelijk of relatie zit, waarbij je eventjes afstand en pauze hebt genomen om het evenwicht te kunnen herstellen. Wat is de energie van de vissen? En wat is de energie van de andere partij? Oké. Er is een beëindiging gekomen in deze connectie. Er was eerst een time-out en vervolgens heeft iemand de stekker eruit getrokken. Het kan zijn dat we hier te maken hebben met een twin flame, met die 4 van staven. Ja, er was iemand en die juggelde. En die heeft nu, omdat de stekker eruit getrokken is, bepaalde inzichten gekregen over deze connectie. En die staat nu voor een keuze. Blijft er geen contact? Of erken ik dat het een hele bijzondere connectie is, namelijk die 4 van staven, een twin flame, en kies ik daar bewust voor? De ander die werkt aan zijn of haar stabiliteit. Want in deze connectie stond het gewoon helemaal stil. En voelde het tot last. En daardoor heeft deze persoon uiteindelijk deze connectie, ja, die heeft daar de stekker uitgetrokken. En die kijkt nou eigenlijk naar de toekomst. Die wil eigenlijk verder met zijn of haar leven. Die had zijn of haar buik vol van leugens, bedrog. Dus ja, je staat voor een keuze, lieve vissen. Ga jij toch voor deze connectie of niet? Aan jou. Een allemaal vrije wil, tot op zekere hoogte. Wat mogen wij weten voor onze vuurtekens? De ram. Voor de ram. Voor de ram heb ik hier hoop en geluk. Dus je bent positief gestemd en je hoopt op hoop en geluk. Wat is de gezamenlijke energie voor de ram en zijn of haar persoon? Gezamenlijke energie voor de ram is de schildknaap van munten. Dus er gaat terug contact komen. Het kan ook zijn dat je een uitnodiging krijgt of een sorry. Het heeft te maken met de liefde. Wat voelt de ram voor zijn of haar persoon? En wat voelt de ander? Oké. Ja, er is een pijnlijke einde gekomen in deze connectie, maar er gaat toch iemand weer contact proberen zoeken. Het kan goed zijn, lieve ram, dat je te maken hebt met een ander vuurteken, met wat? Met een leeuw en deze persoon heeft ook wat boogschutter. Het kan goed zijn dat deze persoon een coach is of iemand die spiritueel is of een ander geloof aanhangt, waar jij graag mee samen wil werken, omdat je voelt dat je te maken hebt met een soulmate. Ook moet je vaak terugdenken aan goede herinneringen. Je wilt deze connectie healen en daardoor ga jij dus een berichtje sturen. Dat berichtje zal als een bom inslaan. Als jij je excuses aanbiedt of alsnog zegt dat er gevoelens zijn. Je hebt het altijd namelijk geheim gehouden. De ander die moet daar even de tijd voor nemen en over nadenken. Want ze twijfelen of jij wel goede bedoelingen hebt. Of dat je alleen maar passie hebt. Of dat jij een player bent. Dus ze moeten daar even goed over reflecteren. En dan zullen ze een keuze maken of ze wel of niet voor deze connectie willen gaan. Dus dat is wat betreft de ram. Dan gaan wij door naar de leeuw. Nog één keer goed shuffelen. De leeuw. De leeuw wil graag balans, maar ook victorie. Wil graag succesvol zijn in deze connectie. Balans kan er alleen maar komen als de boel verandert, gaat transformeren. De kaart voor de leeuw. Ja, eigenlijk kreeg ik ze alle twee. De leeuw die wil graag een keuze maken om hoger op te komen, om tot bloei te komen. En de leeuw die wil een ideale gang van zaken. Maar die komt er pas als de boel getransformeerd wordt. Wat is de gezamenlijke energie tussen de leeuw en zijn of haar persoon? De temperance. Ja, de boel proberen om te sussen, om in ideaal vaarwater te komen, de boel te helen. De ideale gang van zaken, zoals je hier ziet, kan zijn dat je te maken hebt leeuw met een boogschutter. En de ander. Oké. Ja, de boel helen. Maar de ander die houdt eigenlijk de boot af. Die opent niet zijn of haar hart. En die kijkt voorlopig aan wat er precies achter schuilt. Of dit inderdaad alleen maar een toezegging is. Of dat de boel gestagneerd blijft of dat er actie komt. De leeuw die gaat communiceren. En daardoor willen ze graag dat er een last van hen afvalt. En dat ze dan hogerop kunnen. Dat ze dus ideale gang van zaken krijgen. De ander moet na communicatie hier goed over nadenken. Nadenken of ze dit aanbod willen aanvaarden. En ze zullen na dat nadenken zullen ze het aanbod overwegen. En ze zullen daar dan een keuze over gaan maken. Dus dat wat betreft de leeuw. Dan gaan we nu naar de boogschutter. De boogschutter. Voor de boogschutter heb ik overvloedige oogst met kaart 10. Dus je hebt iets voltooid, waardoor je dus nu de vruchten kan van de vruchten kan gaan genieten. Overvloedige oogst, je gaat ergens heel succesvol in zijn. Kan voor velen voor jullie werk zijn, maar dat hoeft niet per se. Wat is de gezamenlijke energie voor de boogschutter? Dat is de aas van bekers. Ergens een nieuwe start in maken. Misschien wel in de liefde, maar dat hoeft niet altijd. Kan ook zijn een nieuwe start, want je bent al heel erg succesvol. Maar je gaat bijvoorbeeld de boel uitbreiden. Of je gaat een andere tak erbij nemen. Het gaat je in ieder geval voor de wind. Wat voelt zijn of haar persoon? En wat is de energie van de ander? Mag ik nog één kaart op het wiel van fortuin? Oké. Ja, nieuw begin. Er gaat wat veranderen met het torenmoment. Er komt wat hartzeer. Dat komt door de oordeelkaart. Het was nodig, want er moest heling plaatsvinden. Die heling gaat plaatsvinden door communicatie, waardoor er een last gaat, waardoor een last losgelaten kan worden en waardoor mensen inzichten gaan krijgen in het proces. En wat mogelijk ook terug balans gaat geven en groei. Balans en groei. We gaan eens even kijken. Ik heb hier dus die aas van bekers in het midden. Dus jullie willen beide graag een nieuw begin. Het kan goed zijn in een bepaalde relatie of in een huwelijk. Nu zijn er nog bepaalde zaken die jij niet goed inschat of niet ziet. En daar gaat verandering in komen. Jij gaat inzichten krijgen. Nu hou jij nog vast ergens aan, maar het kan goed zijn, naar aanleiding van die inzichten die je gaat krijgen, dat je misschien wel deze connectie gaat loslaten en dat je dus een beëindiging krijgt in deze cyclus en dat je weer iets nieuws kunt gaan beginnen. Wat we hier kaart 28 hebben, dat maakt 10. De ander die wil graag succes hebben in deze connectie. Je moet heel erg goed zijn best doen om dat voor elkaar te krijgen. Tenminste, zo wordt dat ervaren. En het kan goed zijn dat je te maken hebt met iemand die eigenlijk alleen maar voor eigen gewin gaat. Het is dat ook voor de playerkaart. Want je ziet hier eigenlijk ook een beetje de ego-kaart. Men wil voor eigen gewin gaan. Het kan goed zijn dat je te maken hebt met een leeuw die voor zichzelf kiest. En omdat deze persoon voor zichzelf kiest, kan het goed zijn dat jij bepaalde dingen niet doorziet in deze relatie met die leeuw. En dat er verandering komt met het wiel, zodat je niet meer je vastklampt aan deze situatie, maar dat je daar dus uit losraakt. Dat de boel gaat transformeren. En dan krijg je uiteindelijk een overvloedige oost. Dus omdat je hier dus de boel gaat transformeren, komt er overvloed op je pad. Dus dat is niet gek voor de boogschutters, dat is mooi meegenomen. Nu gaan we naar de aardetekens. We gaan naar de steenbok. Voor de steenbok. Voor de steenbok heb ik: hou je kinderlijke geest. Dus hou jouw positieve, enthousiaste, open blik in een bepaalde connectie. Wat is de gezamenlijke energie? Dat is de persoon niet willen loslaten. En de energie van de ander. Oké. Het kan goed zijn dat jullie beiden aan elkaar vasthouden, maar dat je eigenlijk helemaal geen contact hebt. En dat er communicatie gaat komen tussen beiden, wat eventueel een nieuw begin zal bieden, want jullie zijn soulmates. Maar toch gaat er plotsklaps nog wat veranderen, wat je veel pijn gaat geven en inzichten met de oordeelkaart. En dat heeft allemaal te maken met de liefde. Het kan goed zijn dat een van beiden nog in een relatie of in een vaste connectie zit. En dat is een last die veranderd mag gaan worden. Waarom zeg ik last? Omdat ik deze kaart heb. En daar wordt dan wederom over gecommuniceerd. Maar de boel komt niet echt in gang. Omdat men voor eigen gewin kiest, omdat men voor eigen gelukzaligheid kiest, omdat men de gevoelens voor zich houdt, waardoor heling niet plaats kan vinden. Dus jullie beiden houden ergens aan vast. Iemand biedt een nieuw begin aan, ondanks alle ruzies, conflicten, innerlijke conflicten, want deze persoon wil graag zo snel mogelijk door. Deze persoon wil niet, hoe zeg je dat? Deze persoon wil niet leren van zijn of haar fouten, maar die wil gewoon vergeven, vergeten en doorgaan. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet. De ander voelt zich daardoor in de kou gezet, niet gehoord. Die biedt weerstand, die is het daar absoluut niet mee eens. Want die wil graag evenwicht, die wil graag vertrouwen, die wil graag balans in deze connectie. Dus het kan goed zijn met het kinderlijke geest dat, dat jullie op bepaalde verschillende frequenties zitten. En dat de ene gewoon bijvoorbeeld een schildknaap is en de ander bijvoorbeeld een keizerin. Ik noem maar iets. We gaan gauw door naar de stier. Wat is de energie voor de stier? De stier die krijgt geef steun. Geef steun, geef balans, geef evenwicht in deze connectie. Wat is de gezamenlijke energie tussen de stier en zijn of haar persoon? Je wil graag succes. Wat is de energie van de stier? En de energie van de ander. Jullie willen beiden graag succes. Je geeft steun. Maar je staat volgens mij zelf niet open voor deze connectie, voor deze liefde. Misschien heb je deze persoon wel geblokkeerd. Je voelt een enorme aantrekkingskracht. Je zou eigenlijk deze persoon beter willen leren kennen. Maar toch zijn er bepaalde zaken die jij niet doorziet. En omdat jij ze niet doorziet, blijf jij hangen aan deze persoon. Terwijl er misschien een beter aanbod ligt. Jullie willen beiden, zijn jullie ontzettend gefocust op een succesvolle uitkomst. Waardoor eigenlijk de boel stagneert. Want zijn jullie wel de beste match? Je hebt het gevoel dat deze persoon jou heel veel balans, steun en evenwicht geeft. Maar het tegendeel is waar, want er zijn heel veel geheimen. De ander die heeft zoiets van, ik wil in deze connectie blijven. Want ik kan in de tussentijd mezelf helen. En ook nog eens richten op mijn werk. Zodat mijn werk succesvoller wordt. Dus ja, beide zitten jullie op een hele andere frequentie. En een van beiden gaat binnenkort een beker krijgen van een ander. Dus dan wordt het een keuze uit twee. En wat doe je dan? Dan wil je misschien de ander achterlaten en voor het nieuwe gaan. We zullen eens verder kijken. Last but not least, de maagd. Wat mogen wij voor mooie boodschappen voor de maagd? Wat voelt hij of zij voor jou? Voor de maagd. De maagd heb ik 4, de verschillen. Dus wees blij dat jullie totaal verschillend zijn. Misschien passen jullie daarom zo goed bij elkaar. Misschien zijn jullie daarom zo ontzettend aanvullend. Dus sta open voor het feit dat dit een heel ander persoon is. Gezamenlijke energie. Dat is de krachtkaart. Oké. Ja, de krachtkaart. Je moet je gevoelens stemmen, want jullie worden ontzettend gelukkig van elkaar. Ondanks dat jullie, zeg maar, alle twee anders zijn. 4 de verschillen. Opposite attract, zeggen ze dan. Ik zie hier 2 keer de leeuwkaart. Dus lieve maagd, kan goed zijn dat je te maken hebt met een leeuw. Er komt een berichtje, een aanbod, misschien wel een cadeautje, nadat er een pijnlijk einde was. En men wil graag een nieuw begin. Er komen dus berichten, maar de ander weet nog niet zo goed of ze, dit aanbod wel willen aangaan. Want ze liggen een beetje wakker ervan, omdat jullie eigenlijk heel verschillend zijn. En dat maakt dat ze heel erg twijfelen of ze op het aanbod in willen gaan. Dat was die. Als jullie zeggen van nou ja, leuk, maar ik wil graag dieper op de zaken in, dan kan dat. Naast de titel zie je een driehoekje. Als je daarop klikt, dan zie je het linkje naar mijn website. En dan kan je ervoor kiezen om een privé-reading aan te vragen. Als je zegt van nou, dit was een fijne reading en ik kijk de volgende keer weer en het resoneerde. Dus ik doe hem ook even voor je liken. Dankjewel. De mensen die altijd kijken maar zich nog niet hebben geabonneerd. Zou jullie zo vriendelijk willen zijn om je te abonneren? Want dan steun je dit kanaal en dan verhoog je ook frequentie van dit kanaal. Dankjewel, heel veel liefde en licht. Namaste.